Bert Woudstra, 81 jaar oud, uit Enschede. In de oorlogsjaren dook hij als Joods jongetje onder op 9 verschillende plekken. Onder meer op een afgelegen plek aan de rand van Enschede. We keren vandaag met hem terug. Hij overleefde de oorlog, maar veel van zijn familieleden niet. Voor 16 van hen zijn afgelopen week herdenkingssteentjes geplaatst. Ook voor zijn vader Frits. Het is toch wel emoties. Het is toch wel, wat verdorie, hier heb ik heel wat uren rondgedwaald en me eenzaam gevoeld en soms angstig gevoeld. Ja. Ik wist dat mijn vader omgekomen was, maar ik wist ook welke gevaren ik liep. En elke dag zou het kunnen zijn dat ik gepakt werd. Dus die angst die hield ik dag en nacht alleen bij me. Ja. Ja. Ik heb ook tijden gehad dat ik mij afvroeg waarom ik niet en waarom zij wel. Het overleven heeft ook een hele, hele verdrietige kant. Dat je eigenlijk je geen raad weet waarom die keuze gemaakt is. Ja. Voor het eerst na de oorlog is onze hele familie bij elkaar geweest. Als een soort reunie rond deze steenlegging. En het was toch een geweldig gevoel dat we nog met zoveel de familieband hebben voort kunnen zetten. Die oorlog gaat nooit meer uit je hoofd. Nooit meer uit je hart, nooit meer uit je ziel. Dat trauma zit erin. Mijn vader heette Frits, mijn oom heette Sal, mijn oom Max, mijn neef David. Wat ik hen zou willen zeggen, dat ik hun nooit zal vergeten. En dat ik altijd aan hun denk.